Bevrijdingsdag 2021. Ruim drie kwart eeuw geleden riep iedereen: we zijn vrij, we zijn vrij. Wat betekent vrijheid eigenlijk, anno 2021 en door de jaren heen? Daar ga ik het vanmiddag over hebben met de familie Kuipers. Nou, ik zit hier met de familie Kuipers en ik wil eigenlijk eerst vragen of jullie eigen even voor willen stellen. Misschien is het handig als je naam en leuk als je je leeftijd vertelt. En ik begin bij jou. Ik ben Lennon en ik ben 9 jaar. Ik ben Marley en ik ben 7 jaar. Ja, ik ben Niels, ik ben 39. En ik ben Freek, ik ben 37. En ik ben Jan Kuipers en ik ben 63. En onze eregast van vandaag? Ik ben Ben Kuipers, ik ben Horst 96. Ja, dat is echt wel een eregast, toch? Ja. Nou, ik begin bij de jongste generatie. Wat betekent voor jou vrijheid? Kun je dat tegen ons vertellen? Vrijheid betekent voor mij dat ik alles kan. Dat ik niet word tegengehouden om dingen te doen. Word je nooit tegengehouden? Dan wel. Dat denk ik ook. Waarmee word je tegengehouden? Wat zou je heel graag willen doen altijd? Een spelletje of buiten spelen of? Op de PlayStation 4. En word je daar wel eens tegengehouden? Ja. Ja. En dat is niet zo leuk, denk ik, of wel? Nee. Nee, maar dat hoort er gewoon bij. Maar verder voel je je eigenlijk wel vrij. Ja. Ja. En dan ga ik naar de volgende. Freek, hè? Niels. Niels, sorry. Ja. Niels, ja. Wat betekent voor jou vrijheid? Ja, vrijheid ja, is meer het doen en laten wat je wil. Hè. Of in zoverre dat het kan. Maar ja, nou met de corona hebben we wel gemerkt dat je toch wel in wat dingen beperkt wordt. Dus ja, en dan merk je pas echt wat vrijheid is. Ja, want vrijheid vieren we omdat de oorlog afgelopen is, maar in deze tijd speelt corona daar ook een hele belangrijke rol in, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben blij dat alles weer een beetje versoepeld wordt. En je merkt nou zelf wel waar je, dat je in één keer wordt geremd in je doen en laten. Ja. Kun je eigenlijk iets bij voorstellen hoe mensen zich gevoeld hebben in die oorlog? Misschien een klein beetje, maar ik denk niet dat we de coronacrisis kunnen vergelijken met de oorlog. Dat het toch wel ietsje erger was. Ik bedoel, met de corona, als je buiten kwam na de avondklok, kreeg je een boete. Maar volgens mij in de oorlog kreeg je een kogel. En dat is denk ik toch wel een groot verschil. Ja, ja, dat is dus heel duidelijk. Ja, hè? Ja, daar komen we dadelijk nog wel even op terug. Ik loop even naar de andere kant. En dan, voor jou geldt misschien een beetje hetzelfde als je broer. Of heb je hele andere ideeën erover? Ja, een beetje hetzelfde. Je kunt je werkzaamheden kun je nog wel gewoon gaan doen, maar in de rest word je veel beperkt. Ja, dat je nergens meer naartoe kunt, dat er niks meer wordt georganiseerd en dat is toch wel minder leuk, ja. Heb je er ook echt last van? Af en toe wel. Af en toe dan voel je je toch wel eenzaam en dan kun je niks gaan doen en er zijn maar weinig dingen om te doen. Ja, dus, ja. Zou het voor jou zeggen, stel dat we volgend jaar Bevrijdingsdag vieren omdat we bevrijd zijn van de corona. Zou dat voor jou een echte bevrijdingsdag worden dus? Half om half. Een beetje wel. Ja. Ja. Want vrijheid, zoals de oorlog, dat, ja, je broer heeft net al gezegd, dat kunnen wij eigenlijk ons niet meer voorstellen, waarschijnlijk. Nee. Maar deze vrijheid is voor ons dadelijk wel weer heel belangrijk. Ja. Zeker weten. Het verschil met de oorlog, dat kennen wij natuurlijk niet. Maar met nou hoe het is geweest en hoe het nu wel is, ja, daar ken ik wel de verschil. En dat is, ja. Ja, dat is niet leuk. Nee. Nee. En dan vader Jan. Ja. Je hebt waarschijnlijk al verhalen uit de oorlog meegekregen van jouw vader weer. Ja. Hoe sta jij in dit verhaal? Ja, vrijheid. Het is nu beperkt, maar dan kun je zien in die 5 jaar dat de oorlog is geweest, we hebben nu een jaar dat we er nu in zitten, maar als je dan 5 jaar erin zit, dan kom je erachter hoe erg dat het eigenlijk is. En nu loopt de corona, hoop ik, gelukkig ten einde. En dan krijgen we weer wat meer vrijheid, maar
dan zie je toch wat er voor een impact heeft gehad in 5 jaar tijd. En nu zitten wij in een jaar en we hebben al onder andere beperkingen. En dan worden veel mensen al thuis gedwongen te werken en bepaalde tijden binnen te zijn. En dan denk ik ook dat het voor die tijd toen in 40, 45 behoorlijk impact heeft gehad. Heb je ook het idee dat, even corona helemaal buiten beschouwing laten, dat voor de corona hier in Nederland was, hadden wij toen ook een idee van vrijheid? Ik denk het niet. Ik denk dat we er nu met de neus op de feiten gedrukt zijn wat we eigenlijk, hoe goed dat we het hadden. En hoe vrij dat we konden zijn en wat we konden doen. En we hoefden eigenlijk nergens de rekening mee te houden. Maar nu we dit jaar achter de rug hebben en dan komen we erachter wat vrijheid voor ons eigenlijk wel betekent. Ja, dat het toch heel mooi is dat we het hebben. Ja. Ja. Dan ga ik naar onze eregast. Als u al deze verhalen hoort, wat denkt u dan? Ja, van waar? Van de koren? Als u die verhalen hoort over wat vrijheid betekent voor uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ja, dat is... hoe moet ik dat nou zeggen? Want ik ben niet zozeer terecht op zoiets, maar ja, nou zit ik geklept binnen, zou ik maar zeggen. Net als ik nou in, er is nergens niks te doen, ik kan niks, nee. U voelt zich nou ook niet vrij? Nee, vrij niet, zitten opgesloten, zeg maar, ja. Ik heb 3 weken op de kamer moeten zitten daar met de Koran. Dus, dan mocht je nog niet naar de buurman toe om gewoon de buurt ertussen. Nee. Maar als u dat vergelijkt met de oorlog. Kunt u vast een stukje vertellen over de bevrijding van Ravenstein? Ja, dat is allemaal goed verlopen. Dus. Maar ja, het is wel eens ooit spannend geweest toen ze de heer die burgemeester van Osde doodgeschoten hebben. Dat is nog zichtbaar hier bij de keurvorst in het raamke zijn. Mm-hmm. Ja. Wij woonden toen in Husseling, tenminste ik. En toen mogen wij nog buiten tot bij de Zwarte Raven. En de rest dan moesten ze allemaal binnen blijven. Dat was al een macht hier. Ja. Een van uw kleinzoons zei net van nu krijg je een boete als je naar buiten gaat 's avonds. Maar vroeger kreeg je een kogel. Toen kreeg je een kogel of toen je werd opgeladen. Toen ze die burgemeester hier doodgeschoten hebben, hier Pastoor en Verheggen en meester Jansen, die zijn allemaal opgeladen. Hier Jan Smits, Joon Beulemans hebben ze dus s'morgens doodgeschoten boven op de zoldertrap. Heeft u dat bewust meegemaakt? Ja, ik woonde er vlakbij. Ik heb meegemaakt, ik stond met het bombardement van Ravenstein, stond ik met paard en wagen aan de los van Grintelaaien, smiddags om tegen 5 uur. En dan keek ik zo naar boven en dan zag ik daar die vliegtuigen, die bommen, dat ze die loslieten. En ik stond daar met paard en wagen te laaien en aan de overkant en ik ging toen de hele gezin werd gebombardeerd daar. En toen s'avonds moesten wij daar in de polder in Deurze, Denneburg, op Deurze moesten wij overal die koeien die geraakt waren en zo opruimen nog. Een heftige periode geweest. Ja, dat was toen een heftige periode, ja. En toen werden jullie bevrijd, Ravenstein werd bevrijd. Hoe was dat? Hebt u dat ook gezien? Ja, we waren er licht bij als er iets te doen was. Dus, Maar ik heb toevallig een stukje teruggekeken van een eerdere uitzending die wij met u hebben gemaakt. U zei, wij stonden op de molen te kijken. Oh ja. Ja? Op de molen toen de parachutisten vielen in Arnhem. Mm-hmm. Ja. En toen was het groot feest? Toen was het groot feest, ja. Toen hebben ze net die brug in Graven ook gebombardeerd hier zondagmiddag. Mm-hmm. Ja. En toen was iedereen hier op straat in Ravenstein? Of hoe vierde je dan zo'n bevrijding? Ja, angstig en ook wel vrije dagen. Ja, je bent vrij dus.
Maar ja, je had niks meer. Alles was gevorderd en meegenomen door de Duitsers. Ja. Bevrijdingsdag wordt nog steeds gevierd. Vindt u dat we daarmee door moeten gaan? Voor veel mensen wel, denk ik. En vooral voor de jongere jeugd die het niet meegemaakt hebben. Dus. Wel leuk dat u nu naar uw zoon kijkt, terwijl aan de andere kant uw kleinzoon zit, hè, de jongere jeugd. Ja, die hebben het ook niet meegemaakt. Dus. Nee, dat klopt, ja. Maar wel een compliment voor u dat u nog bij de jeugd hoort, hè? Ja, inderdaad. Nou ja, ik hoop dat de jeugd het niet meer meemaakt. Jullie hebben nou 2 weken vakantie, of niet? Mm-hmm. Ja. Is dat voor jou ook een beetje vrij? Ja. Ja. Weet je al wat je gaat doen met die vrijheid in de vakantie? Nee, dat weet ik nog niet. Jij wel, denk ik, hè? Ik speel vooral veel buiten als het kan en soms ook. En als je vrijheid krijgt, dan ga je achter de PlayStation. Ja. Heel goed. Als jullie zo die verhalen van je opa hoort, wat doet dat dan met je? Ja, is eigenlijk niet voor te stellen. Dus, ja, dat hij net zegt dat er zoveel mensen achter in een trein zitten en roepen dat ze er graag eruit willen, maar dan niet uitgehaald worden. En dat ze ook nog door vliegtuigen beschoten worden of zo. Ja, dat is eigenlijk niet te voorstellen. Dat is ongekend. Zijn er nog dingen over de oorlog waar u iets over kunt vertellen verder? Ja, dat kunt u wel. Ik heb iets gehoord over een granaatscherp. Ik heb een granaatscherf, ja. En die heb ik die boerderij heb ik gewoond daar bij de Boerenbond, hè. Dat is mijn ouderlijk huis. Ja? En daar heb ik toen die scherf heb ik daar boven op de bovenste laag van de muur gelegd. En daar kwam uit de paard dat ik hier moest zijn. En dan heb ik geprobeerd om die te kunnen bemachten of te kunnen gaan kijken of dat er die nog ligt. Ja. En dus zover zijn we niet gekomen, maar ik zal toch proberen dat ik er een keer binnen mag gaan. Waar had u die granaatscherf gevonden? Hier aan de dijk. Want hier zijn ook veel granaten gevallen dan? Ja, die bomen met die tijd, met de bomenbrand hier van de brug. Ja. Jij speelt waarschijnlijk jouw spelletjes met bommen en granaten, of niet? Soms. Ja, er zitten ook oorlogsspelletjes bij, denk ik, hè? Ja. En denk je dan wel eens aan oorlog? Ja, soms nog wel eens een keertje dat. Want jij zit maar in een computerspel. Jij doet het maar in een spel. Maar je kan je ook voorstellen dat het allemaal ook echt kan zijn gebeurd. Ja. En als je dat spelletje aan het doen bent, dan denk je daar niet meteen over nadenken? Nee. Dat moet ook niet, hè? Dat is ook niet gezond. Nee. Nou, misschien dat je er op bevrijdingsdag nog eens even aan kunt denken. Ja. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor dit interview. We zijn toch, we zijn een beetje achtergekomen van hoe mensen nu over vrijheid denken. De verschillende generaties. De een heeft de oorlog meegemaakt, de ander heeft de oorlog niet meegemaakt. Ik zou in ieder geval zeggen, hopelijk hebben we nog heel veel jaren in vrijheid. En om het thema corona erbij te pakken, dan ook nog gezondheid. Want dat is toch het allerbelangrijkste. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit interview. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan.